Ik vind het zelf een hele leuke mededeling. En hopelijk kunnen we weer veel van jullie ontmoeten. Hey allemaal! Hey allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer even een soort van mededeling. En ik vind het zelf een hele leuke mededeling. En deze video is daarom ook wel een beetje kort. Maar ja, ik wou het jullie toch even vertellen. En ja, dat is dat jullie ons volgend weekend weer kunnen ontmoeten. Namelijk op Animal Event. En Animal Event is op 4, 5 en 6 mei. Dus 3 dagen lang en het is in Hilvarenbeek op het terrein van Beekse Bergen. En wij staan daar dus met de stand van Paard Zoekt Baas. Wij zijn daar dus ook bij en wij vinden dat super leuk. En hopelijk kunnen we weer veel van jullie ontmoeten. En op alle 3 de dagen begint het om 10:00 's ochtends. De kindertickets zijn van 3 tot 12 jaar en het geldt gewoon voor alle dagen. En die zijn €13. En voor de volwassenen zijn ze €15,50. Maar als jij daar op het evenement kaartje wil kopen, kan dat ook. Die zijn wel iets duurder. Voor de kinderen zijn die €15. En voor de volwassenen zijn die €17,50. En het geldt gewoon voor alle dagen. En waar je tickets kan kopen, zet ik hier in de beschrijving. En Animal Event is dus een event voor allerlei soorten dieren. Niet alleen paarden, maar ook voor honden, katten, konijnen, cavia's, echt voor allerlei dieren, ook voor schapen en dus ook voor paarden. En wij staan dus bij het paardengebied met Paard Zoekt Baas en nogmaals vinden dat echt super leuk en hopen we jullie dus te ontmoeten. En er zijn dus ook clinics, paardenclinics, hondenclinics en die kan je dus ook de hele dag door bekijken. En hopelijk vonden jullie deze korte mededeling leuk. Ik vind het in ieder geval super leuk dat wij er zijn. En als jullie komen, zet het dan zeker even in de reacties. Want hopelijk kunnen we jullie dan zien. En vergeet natuurlijk niet het blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En nog even op het belletje te klikken, zodat jullie genotificeerd zijn voor onze video's. En nog even in de reacties te zetten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Doei!